En dit doet me heel erg denken aan een soort van Kylie Jenner namaak iets. Want het is echt een Kylie kleur. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vorige maand had ik ook een Action Shop vlog en nu weer. Ik ben net naar de Action geweest en ik dacht ik ga meteen voor jullie filmen. Want dan heb ik tenminste het bonnetje nog en kan ik jullie de prijzen vertellen. Het zijn niet heel veel hele bijzondere spullen. Maar ik heb toch een hele grote tas vol voor 50 euro. En ik heb ook nog een paar dingetjes die ik 2 weken geleden heb gekocht. Dus die laat ik jullie ook gewoon nog zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet dan niet hieronder te abonneren. En als je zin hebt in deze video, doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan gaan we nu lekker beginnen. Ik kocht 2 hele leuke mason jars voor 82 euro cent per stuk. Ik heb zelf al mason jars, maar die liggen ergens in verhuisdozen. En die zijn minder leuk dan deze, want en ze zijn roze. En er zit zo'n plastic rietje bij. Ik heb zulke ook vorige maand gekocht bij de Action, maar dan van karton. Deze zijn van plastic en ze zijn super cute. Ik heb ze gekocht voor een nieuwe serie op mijn kanaal die hopelijk binnenkort komt. Maar die serie is nog helemaal niet in gang in principe. En ja, jullie horen daar later gewoon meer over. Maar daar had ik deze een soort van voor nodig. Voor 1,49 kocht ik deze onderzetters. En dat is echt iets heel randoms. Maar we hebben dus geen onderzetters hier. We eten eigenlijk heel vaak op de bank. En ook altijd scheppen we in de keuken al ons bord op. En dan is het bal gewoon leeg en heb je in 1 keer opgeschept. Maar eigenlijk vind ik het veel fijner om en aan tafel te eten en pas aan tafel op te scheppen. Want ik weet dat sommige mensen dan meer eten, maar ik eet dan juist minder. Omdat ik dan gewoon begin met wat minder. En dan is het wel handig om onderzetters te hebben, want nu zet ik steeds de pannenlap eronder. En nu heb ik 8 onderzetters, echt superveel trouwens. Ze zijn van bamboe en ik vond ze wel heel erg leuk. Dan ook 1,49 en het zijn ook onderzetters. Ik kocht deze niet zozeer omdat ik deze nodig heb of zo leuk vind, maar vooral om het houdertje. En ik vond de onderzetters zelf eigenlijk ook wel leuk. Ze hadden meerdere patroontjes. Ik vond ze super schattig. We gebruiken niet echt onderzetters voor thee of zo. Maar ik vind als je gasten hebt toch altijd wel leuk om dat op tafel te hebben. En dan vond ik deze houder super schattig. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik hem kocht. Lekker zo bleached en heel erg leuk. Voor 79 cent kocht ik 2 keer 79 cent deze boekjes. Dit is het eerste wat ik zag toen ik binnenkwam en ik was echt gelijk verliefd. Dat was het moment dat ik dacht, oké, ik zie allemaal leuke nieuwe dingen. Dit gaat weer shoplog worden. Ik ga weer gewoon even lekker leuke dingetjes kopen. Daar word ik gewoon heel erg blij van. Ik vind ze zo mooi. Ik kocht vorige keer al washi tape van Kirk. En ik vind deze echt ontzettend gaaf. Het is echt van Kirk volgens mij. En ik vond dit met zwart heel erg stoer. En die met dit. En je had ook nog met goud en roze. Gewoon een simpel notitieboekje. Kost helemaal niks. Maar wat ik ook leuk vind, is dat het papier van binnen een beetje zo wat, ja, wat geliger is. En dat geeft het soort wat oudere look. En dat het best wel brede lijntjes zijn. Dus ik hou gewoon heel erg van notitieboekjes. Ik heb ook nog meer gekocht. Die zie je straks. En dit is gewoon zo handig voor school, voor YouTube, mijn ideetjes. Ook kocht ik voor 1,98 per stuk deze lampjes. En ik heb al lichtbolletjes, wat grotere voor binnen. Maar deze zag ik bij de buitenafdeling. Tenminste, ze lagen bij de plantenbakken en plantenspullen en dingen voor op je balkon. Dus ik neem aan dat je deze buiten kunt gebruiken. En dit leek me gewoon super leuk om op het balkon te hangen. Ik heb ook batterijen ervoor bij gekocht, want er gaan dan 2 batterijen in elke. En ik heb ook sowieso nog batterijen nodig. Maar deze vond ik echt heel erg leuk en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Voor 1,79 kocht ik deze 4 pakken met watjes. Tegenwoordig koop ik gewoon liever van die voordeelverpakkingen, want ik merk dat ik het heel chill vind dat je niet die stress hebt van oh nee, mijn watjes zijn op en ik moet daarvoor echt naar de winkel toe. 100% katoen. Ik weet niet of watjes normaal ook 100% katoen zijn. Maar ik vond ze er wel fijn uitzien. Dan nog iets wat ik al wat eerder had gekocht. Dat heb je ook in mijn vlog kunnen zien hier. Mijn schoonvader was jarig en bij de Action in België, in Malmedy, kocht ik deze hoed. En echte Action kenners, die kennen deze waarschijnlijk wel. Volgens mij is die 2 euro. En ik heb hem ook gewoon meegenomen, want die ga ik gebruiken als ik later mijn eigen klas heb. En dan kunnen de kinderen van stage deze opdoen. En dan maak ik er zelf nog iets omheen dat ze wel een eigen muts hebben. Zoiets, ik weet niet. Voor 1,48 kocht ik deze, want die heb ik een keer eerder gemaakt en die vind ik heel erg lekker. En ik weet dat het in de winkel wel wat duurder is, dus die vond ik gewoon handig om in huis te hebben. Carrot cake. En dan moet je wel heel best wel veel nog aan toevoegen, maar die is gewoon super lekker. En voor 99 cent kocht ik deze popping candy. Dit is als het goed is knettersuiker en volgens mij zit het in allemaal kleine zakjes. Oh, je kan hem zo openmaken, wat leuk. Knettersuiker is gewoon super chill om te hebben, ook als ik zelf weer chocola ga maken of zo en met toppings. Dus dat vind ik heel erg lekker. Ook tipte via Snapchat een kijker mij dat je dus babylips hebt bij de Action voor 1,39. En niet van die standaard babylips, maar bijvoorbeeld ook deze Electro. En die Electro is nog nooit zo boeiend, maar nu voor 1,39 dacht ik, ik als Maybelline babylips verzamelaar moet deze gewoon eventjes hebben. Dus ik kocht die en de sugar cookie die echt eerst veel duurder was, zag ik nu ook, die moest ik ook nog een keer hebben. En dat was voor mezelf. En dan kocht ik ook nog deze andere 2 dubbel en nog deze erbij, want ik wil binnenkort een winactie gaan doen. Omdat ik nu de 20k heb gehaald en dan inmiddels misschien al wat meer heb, maar ja,
leuke pakketjes samenstellen. Daar vond ik deze heel erg leuk voor. En voor 98 cent zag ik deze. En die heb ik de vorige Action Shop vlog nog niet gezien. Want toen kocht ik allemaal make-up. En daar heb ik ook een video over opgenomen. Waarin ik me opmaak met Action. Die kan je zeker bekijken. En dit doet me heel erg denken aan een soort van Kylie Jenner namaak iets. Want het is echt een Kylie kleur. Ik ben super benieuwd of hij echt zo deze kleur is. Of dat hij donkerder uitvalt. En hij is mat. En er zit een lip liner bij. Dus willen jullie deze misschien terugzien in een Taste and Try? Dan moet je dat even hieronder laten weten. Dan ga ik het daarvoor bewaren. Dan een van de dingen die ik al wat eerder kocht. En die liggen nu nog steeds in de winkel. Dus die laat ik wel zien. Was omdat ik de 20k abonnees had gehaald. En dat zijn, die heb ik nog steeds. Die blijven gewoon goed. En die kan je ook bij blijven blazen. Deze 2-0 en deze hard eyes blond. Deze is maar 59 cent per stukje. Je kunt ze dus zo opblazen en ook gewoon bijblazen. En ik vind ze zo tof. En daar heb ik een hele leuke Instagram foto mee gemaakt. Dus die kan je ook bekijken op mijn Instagram. Superleuk. En ook superleuk dat ik de 20k heb gehaald. En dan kocht ik ook deze meteen voor bij een verjaardag met happy birthday. En eentje met love. Want die vind ik superleuk om te hebben. En ze kosten helemaal niks. Dan de andere notitieboekjes voor 79 cent. Daar heb ik er ook twee van gekocht. Ik weet niet. Ik moet eigenlijk gewoon maar eentje kopen. Maar ik vind ze zo leuk en zo goedkoop. Ik word er zo vrolijk van. Je had meerdere varianten, maar ik vond deze echt duidelijk de mooiste. Dit is een beetje mintgroenachtig. Enjoy the little things in life. Deze voelt wel heel erg simpel. Een beetje als zo'n boekje, weet je wel. Zo'n, ik weet voor mijn theaterminor hadden we ook dat soort dunne boekjes. En die heeft weer hele andere soort lijntjes. Ik vind deze gewoon zo handig om in je tas te hebben. En volgens mij had ik ook een extra gekocht. Ook om een pakketje samen te stellen voor de winactie. Maar ik ga even kijken hoe ik dat precies ga doen. Voor 49 cent per stuk kocht ik deze Maza drankjes. Ik vond de blikjes gewoon er heel erg mooi uitzien. En ik weet dat Ruud deze drankjes echt super lekker vindt. En het zijn ook best wel grote blikjes. Maar dan zit je niet meteen met zo'n heel pak. Dus dat zijn deze. En ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar het zijn echt hele mooie stevige blikjes. Gewoon leuk om te hebben of zo. Je drinkt het gewoon op, maar toch. Dan voor 2,98 kocht ik dit spel. Een datingspel. 50 kaarten met 100 vragen om het ijs te breken. En dit heb ik ook gekocht voor de eventuele serie die er gaat komen op mijn kanaal. Dus daar hoor je later allemaal meer over. En voor 72 cent kocht ik deze theelichthouder. Ik zocht eigenlijk gewoon alleen dit glas. En niet die hele veren en zo eromheen. Maar dit is hopelijk een goed formaat voor mijn mini janky candles. Ik hoop het. Misschien is het net iets te groot. Maar ik ben nog steeds een beetje zoekende. Ik heb geen zin om die kaars echt mee te nemen naar de winkel. Dus ik koop het gewoon op de gok. Want ja, er zit geen glas omheen en daar heb je glaasje voor nodig. Dus ik hoop dat die erin passen. En dan mijn duurste aankoop van 3,49. Echt, ik heb weer allemaal goedkope dingen gekocht. Maar juist dan heb je altijd best wel weer een tas vol en een groot bedrag. 3,49. Hij ziet er een beetje cheapy uit. Maar deze heb ik gekocht, ik denk, voor Taste and Try. Voor Blitztest is het denk ik net iets te weinig. Maar ik heb hier wel eens vaker van gehoord. En dit is zo'n waterflosser. Dus als het goed is, plus dat je tanden met water. Je hebt geen batterijen nodig en je hoeft alleen maar bij te vullen met water. Ik heb er verder helemaal niet naar gekeken. Laat in de comments weten, wil je dit in een Taste and Try zien? In een blitztest. Een blitztest kan ook gewoon een korte aflevering zijn. Dus laat dat hieronder eventjes weten. En ja, ik heb hem gekocht om te testen, dus let me know. En toen ik bij de Action ging winkelen voor mijn stageafscheid, als je dat hebt gezien, toen weet je dat ik photobooth cards had gekocht. En die heb ik daar gewoon laten liggen. Dus ik heb nu twee nieuwe setjes gekocht met photobooth cards. Die heb ik nu al iets eerder gekocht, dus ik weet niet meer precies wat ze kosten. Maar volgens mij echt 50 of 70 cent, zoiets. Misschien een euro, maar volgens mij was het goedkoper. En dit is ook voor die eventuele serie. Dat zijn gewoon allemaal dingen die nog niet helemaal vast liggen, maar gewoon random ideetjes in mijn hoofd. Dus hopelijk zie je daar binnenkort ook meer van. Dan kocht ik over 2,49 pas een nieuwe lensvloeistof. Mijn was nog niet op, maar ik vind dat inderdaad, zoals ik net zei, net als met die watjes gewoon handig om te hebben. Dat ik geen stress heb dat die op is. Deze is voor sensitive, zachte lenzen. En voor 79 cent kocht ik deze zelfbruinende doekjes. En die wil ik ook in een Taste and Try voor jullie gaan testen, als jullie dat leuk vinden. Zelfbruinende doekjes, 10 stuks. Ik vind het altijd heel eng om te gebruiken, want misschien word je wel helemaal oranje. Maar het lijkt me wel leuk om te testen. Ik heb ook nog zulke doekjes van de Big Bazaar liggen. Maar geen idee waar die liggen. Dus willen jullie dit zien, laat het ook even weten. En dan meteen nog iets wat me ook leuk leek om te testen in Taste and Try. Is deze. Ik heb het inmiddels al zo vaak gezien liggen. En ik denk de hele tijd van, oh, dat is echt zo heel ouderwets en pijnlijk en wat dan ook. Ik ben toch wel heel erg benieuwd of het handig is om inderdaad bijvoorbeeld je snor of zo hiermee te doen. Want het is denk ik echt heel erg pijnlijk. Maar epileren vind ik echt, dat duurt veel te lang en is hels. Dus dan heb ik liever dat in één keer heel veel haren uit worden getrokken. Deze epileertang voor 89 cent. Willen jullie dit ook in een Taste and Try zien? Laat het lekker weten. Ga lekker los in de comments. Want ik ben heel erg benieuwd. En ik test het ook voor jullie. Dus let me know. En voor 1,59 kocht ik deze Alvira Makeup Remover in Too Faced Waterproof. Too Faced twee fases. En nu gaat de zon schijnen. Sorry. We zijn bijna klaar. Ik gebruik altijd die van Kruidvat. En volgens mij is die net iets duurder. Niet heel veel duurder. Maar ik wou deze gewoon ook even een give it a try, hoe zeg je dat? Een kans geven.
En ik weet zeker dat die goed is, want half olie, half lotion is echt mijn favoriet. En dan kocht ik voor 1,79 per stuk deze Panasonic batterij. Batterijen zijn nu leeg en dan moeten we steeds wisselen van batterijen, dus dat is super irritant. Dus we hebben weer nieuwe AA en AAA batterijen. Dan het ene laatste dingetje en dat is deze Pure Coconut Lip Balsam van Inecto. Een hele fijne lijn en ik zag het nu dus ook de lippenbalsam van liggen. Ik had al vaker shampoos en zo gezien. En kokoslippenbalsam zijn echt mijn favoriet. Deze was maar 98 cent. En dan als laatste een hele stapel. Ik zag allemaal sheet masks en dit komt zeker in Taste and Try naar voren. Dit vind ik misschien nog wel mijn leukste aankoop van alles. Ik was helemaal dol. Ook omdat ik zoveel verschillende heb gevonden. Ze kochten 55 cent per stuk. En ik heb er 9, dus dat loopt dan wel weer op. Maar ik heb er 3 dubbel gekocht, want dit leek me ook weer heel leuk voor zo'n pakketje. Dit zijn dus allemaal van die maskers die je op je gezicht legt. En deze is met almond oil en vitamine E. Hydrate your skin, has nourishing properties. Die heb ik dan 2 keer gekocht, dus 1 keer voor in de winactie. Moisturizes to help your skin appear smooth and firm. Deze zag er echt super leuk uit, dus die heb ik ook dubbel. En deze is ook helps to improve your skin's natural glow. Dus die leek me ook heel erg leuk voor de winactie met rose extract en stabilized vitamin C. Allemaal verschillende maskers. Ze zien er echt goals uit, gewoon. Ik vind ze er echt geweldig uitzien. 55 cent per stuk. Ik moest ze gewoon hebben. Ik hoop dat ze ook goed zijn. Maar dit is gewoon heel erg leuk. En het ziet er zo mooi uit, net de kunstner. Goed, sorry voor de zon in mijn gezicht. Dit was mijn Action Shop vlog weer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het zelf weer heel erg leuk. Als je dus nieuw bent, vergeet dan niet hieronder te abonneren. Vond je de video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie hopelijk volgende week zaterdag weer bij een nieuwe weekendvideo om 9 uur. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!